President Chandrika Prasad Santokhi heeft op 22 juni een nieuwe drinkwaterfaciliteit geopend in het dorp Matta. Dit project, uitgevoerd door de Surinaamse Waterleidingmaatschappij en het dorpsbestuur, voorziet de gemeenschap van schoon en betrouwbaar drinkwater. Een belangrijke stap in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. De regering blijft zich inzetten om alle gebieden in Suriname van schoon drinkwater te voorzien, met steun van onder andere het IMF-programma voor infrastructurele en sociale projecten. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op 24 juni met de leiding van het Korps Politie Suriname overlegd over de toename van inbraken en gewelddadige berovingen. Ze besloten tot aanvullende maatregelen om de criminaliteit te verminderen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de capaciteit en training van politieagenten. Korpschef Brian Isaaks bevestigde dat de instructies van de minister zullen leiden tot effectieve criminaliteitsbeheersing met onmiddellijke maatregelen en logistieke ondersteuning. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., ontving op 21 juni de liedbundel Alonki van auteur Mavis Noordwijk. Deze editie is uitgebracht na ruim 30 jaar sinds de derde druk. B. benadrukte het belang van het promoten en bewaren van deze liederen als onderdeel van het Surinaams erfgoed. Noordwijk begon in 1966 met het verzamelen van Surinaamse volksliedjes tijdens haar studie in Rotterdam, wat leidde tot de eerste publicatie van de bundel in 1976.